Namaste, welkom yogis op deze hele bijzondere dag. Het is vandaag 21 december en dat is natuurlijk de winterzonnewende, de geboorte van het licht. Maar we hebben ook nu te maken met een hele krachtige en unieke stand van een aantal planeten. Een drievoudige conjunctie van Saturnus, van Jupiter en van Pluto. En deze drievoudige conjunctie zorgt ervoor dat je vanavond, als je naar boven kijkt, als het ware een hele grote ster ziet staan. Zo'n ster die ze destijds in Bethlehem hadden. Het is dus als het ware een soort energiepoort waar heel veel licht nu doorheen kan komen. Dus er wordt vandaag een hele hoop licht over de aarde uitgestort. En je kunt je verbinden met dat licht. En via dat licht kan je eigen menselijke trilling verhogen. En krijg je ook een hele hoop energie. Dus het is een prachtige tijd om je te verbinden met het licht, je angsten los te laten, je zware lasten los te laten, je zorgen los te laten. En juist je richten op mededogen, op liefde en op dankbaarheid. Dus we gaan vandaag ons licht laten schijnen. Doe maar lekker mee. Ik wil je vragen om te beginnen in kleermakerszit, sukhasana, of je benen gewoon naar voren te strekken. Dat is ook prima. En plaats je handen eens even heel bewust voor je hartgebied. En sluit je ogen. En dan keer je rustig naar binnen toe. En dan word je heel bewust van je lichaam, zoals je hier zit. En voel maar de huid van je lichaam. Voel de spieren van je lichaam. Voel de botten in je lichaam. En voel ook alle kilo's die je weegt. En laat die kilo's zo heel bewust hier op de aarde rusten. Word je je bewust van je hart en word je bewust van mededogen. Heb je mededogen naar jezelf toe? Heb je mededogen naar andere mensen toe? Of ben je iemand die heel snel oordeelt en dingen niet makkelijk kunt accepteren? Vraag je dan even af of stel je voor hoe je wereld eruit zou zien als je datgene wat je moeilijk vindt kunt accepteren. Laat er je licht op schijnen. Buig dan je hoofd over je hart heen. En daarmee stel je als het ware de intelligentie van je mind dienstbaar aan het pad van het hart. Adem een keer heel diep in. Vul je lichaam met een prana-stroom tot in de toppen van je tenen, je vingers, je kruin. En uit, laat je alles van je afglijden. En dan mag je rustig komen te staan. We gaan het lichaam even lekker boosten. En dat gaan we doen in de Kapalabhati en lekker joggen. Kapalabhati betekent stralende schedel. Dus je krijgt echt zo'n lekkere, gezonde yoga glow. En het reinigt ook je hele ademhalingssysteem. Kapalabhati is door je neus in- en uitademen. In een wat sneller tempo. Op deze manier. En tegelijkertijd gaan we joggen. Dus we gaan lekker ons lichaam even boosten. Vanuit de lichtheid. Let op je mind. Je snel misschien wil opgeven. Stel je voor dat je zo licht als een veertje bent. Hou de ademhaling erbij.
en sta weer stil. Word je heel bewust van je heartbeat? Misschien nog een beetje je versnelde ademhaling. Maar voel je lichaam van binnenuit tintelen. Voel je schedel stralen. Voel de warmte. De energie die vrij is gekomen. De tintelingen in je vingers, in je voeten. En voel dat heel je lichaam stromend is. Hou je knieën ontspannen. Voel de aarde onder je. En verwonder je ook over hoe het lichaam alles zelf weer reguleert. Langzaam wordt je hartslag lager. Langzaam wordt je adem rustiger. En dan plaats je je handen voor je hartgebied, de namaste-houding. En dan gaan we een oefening maken vanuit ons eigen spirituele centrum, ons eigen hart. Want als we ons willen verbinden met licht, dan komt dat vanuit ons hart. Je gaat rustig op een inademing. Je armen omhoog strekken, palmen blijven bij elkaar, maak je lang. En uitademend de gestrekte armen via de zijkant omlaag. En de palmen weer voor je hart laten terugkeren. Dus inademend. Armen omhoog. En uitademend een zo groot mogelijke cirkel maken. Armen goed doorstrekken, ook naar beneden toe. En dan rustig terugkeren voor je hart. En doe het vanuit de zachtheid van je schouders. Doe het vanuit de zachtheid van je ellebogen. En doe het ook vanuit de zachtheid van je hart. En word je heel bewust van de contouren van je lichaam, van je armen. Voel de verplaatsing van de lucht langs de huid van je handen. En kijk maar wat je allemaal nog meer op zou kunnen merken. En als je je handen zo voor je hartgebied hebt, mag je ook de andere kant op gaan. Inademend, breng je armen omlaag en van daaruit via de zijkant omhoog. En uit, breng ze weer rustig voor je hartgebied. Dus inademend, breng je armen omlaag en via de zijkant omhoog. En uitademend, weer naar je spirituele centrum, naar je hart. Inademend. Weer omhoog. En uitademend, naar je midden toe, je hart. En doe het nog een paar keer heel bewust op de ademhaling. En voel de verplaatsing van de lucht langs je handen, langs je armen. Nog één keer heel bewust voel je midden. Voel waar je hart woont en verbind jezelf met lichtenergie. Voel de duimen zo tegen je hart aanrusten. Maak een zachte buiging voor jezelf. Namaste. Het licht in mij, goed licht in jou. En dan gaan we onszelf nog wat meer fundament verschaffen. Want hoe belangrijk is het om verbonden te zijn met de aarde?
De aarde geeft ons structuur. De aarde geeft ons veiligheid. De aarde geeft ons letterlijk grond onder onze voeten. Maar de aarde heeft meer kwaliteiten. De aarde absorbeert het licht van de zon, absorbeert de regen. En zo kan de aarde ook jouw zware energie, jouw stress als het ware opnemen. Dus een aardegoed is heel belangrijk om te doen, waardoor je hem los kunt laten. En we gaan zo'n aardegoed doen. En de nadruk ligt op de uitademing. Dus ik zou zeggen, ga maar staan. Je voeten zijn onder je heupen. Je handen zijn voor je hartgebied. Je connect jezelf met de energie van Moeder Aarde. Sluit maar even je ogen en word je weer bewust van heel je lichaam. En word je ook vooral bewust van hoe je staat. Hè? Heel vaak strekken we die benen door, maar dan blokkeren we ons bekkengebied. Kun je in je zachtheid staan? Kun je in je bodem weer gronden als het ware? Dus je knieën heel licht gebogen iets. Maar niet te veel doorgezakt, maar gewoon de spanning van je knieën af. Je bekken is iets gekanteld, zodat ook je staartbeen zo recht omlaag wijst. En dan lief je je hartgebied nog even. Zo sta je, hè, vanuit een stevige verbinding met de aarde. Laat je handen nu als een soort kommetje, als een soort schepje voor je buikgebied. En dan ademen we heel diep in. En dan trekken we als het ware de aarde-energie door de voeten, door de benen, helemaal naar het hart toe. En uitblazend, keer de palmen naar beneden, duw je nu jouw zware energie helemaal van je af. De volgende inademing doen we dezelfde beweging met je armen. Inademend, neem de aarde-energie op, maar kom ook op je tenen. Dus je hakken gaan van de grond af. Uitademend, heel rustig weer omlaag. En met een kommetje voor je buik afsluiten. Mag je de benen wat wijder uit elkaar doen. Adem rustig in. Trek de aarde-energie weer omhoog. En uitademend zak door je knieën omlaag. Helemaal omlaag. Je hoofd gaat ook mee omlaag. En inademend met een scheppende beweging kom je langzaam weer omhoog. Uitademend, laat je armen via de zijkant zakken en haal ze rustig voor je buik. Dan mag je je been naar links uitdraaien. Adem rustig in. Kom weer omhoog met je armen en uitademend zakken door je linkerknie omlaag. Je hoofd gaat ook helemaal mee. En inademend kom via die linkerkant met een scheppende beweging omhoog. Uitademend rustig weer terug naar het midden toe. Draai uit naar rechts. Inademend, kom omhoog. Neem die aarde-energie mee omhoog en uitademend. Al je stress, al je zwaarte, al je zorgen in de aarde laten zakken. Inademend, via die rechterkant omhoog komen. En uitademend, rustig weer terug naar het midden toe. Voeten onder je heupen. Ga door in. Trek de aarde-energie omhoog. En nu met gestrekte benen helemaal voorover zakken. Hoofd meenemen. Inademend met een scheppende beweging kom je langzaam weer omhoog. En uitademend rustig je armen via de zijkant laten zakken. Maak een schepje van je handen. We doen hem nog een keer. Adem in. Trek de aarde-energie omhoog en uit. Duw jouw zware energie omlaag. Inademend, kom omhoog op je tenen. Maak jezelf zo lang mogelijk.
Uitademend de gestrekte armen via de zijkant omlaag brengen. Benen gaan uit elkaar, adem in. Uitademend zak door je knieën helemaal omlaag. Je hoofd gaat mee. Inademend met een scheppende beweging kom je rustig weer omhoog. Uit, armen via de zijkant laten zakken. Draai uit naar links, adem in. Uitademend, zak door je linkerknie omlaag. Hoofd gaat mee. In met een scheppende beweging via die linkerkant omhoog. Uit, weer rustig omlaag. Draai uit naar rechts toe. In, uit, rustig omlaag. In met een scheppende beweging via die rechterkant omhoog komen. Uit, weer rustig omlaag. Zet je voeten naast elkaar, adem in. En uit met gestrekte benen. Hele diepe buiging voorover. In, kom langzaam weer omhoog. Uitademend, armen via de zijkant omlaag. Inademend, alleen de armen. En de handen rustig voor je hart in namaste-houding. Neem even een moment om te zien wat er in je lichaam gezien wil worden. En te luisteren naar wat er in je lichaam gehoord wil worden. En dan mag je je tenen ietsjes naar buiten brengen. Ja, een heel klein stukje naar buiten. Adem rustig in. Armen omhoog brengen. En uitademend zak in hurk. Zit je handen op je knieën. Inademend. Borst liften. Uitademend draai je tenen naar voren. Strek je benen en diep omlaag hangen. Inademend, laat je tenen wat naar buiten gaan. Kom in hurk zit. Lift je borst omhoog. Je steunt op je tenen. En uitademend, draai de tenen weer naar voren. Strek je benen, hoofd omlaag. Inademend, tenen naar buiten toe. Kom in die hurk zit. Deze houding geeft je echt balans en fundament en kracht en aarde-energie. Uitademend, tenen naar voren. Hoofd omlaag. Ga er een paar keer nog mee door. Kijk of je eigen ritme kunt voelen, ervaren. Let op dat je goed je borst oplift. Je schouders zijn laag. Wanneer je inademt. Uitademend. Gaan de tenen naar voren. Strek je de benen. Zo diep mogelijk jezelf laten zakken. En voel ook tevens de balans in de houding. Als je benen gestrekt hebt, blijf even helemaal omlaag. Stel je voor dat je alle gedachten vanuit je hoofd over kunt geven aan de aarde. Duw je stuit op iedere inademing nog wat verder naar het licht toe. Rustig inademend, weer in hurk zit. En
En kijk of je je balans kunt voelen. Lukt dat helemaal niet, dan mag je altijd een beetje steunen met je vingertoppen of met je handen op de grond. Maar kijk of je zoveel mogelijk je knieën wijd uit elkaar kunt doen. Handen op je knieën, borstgebied liften. Ruim en diep naar de bodem ademen. Ik ben geaard, gegrond. En al je zware energie laat het naar beneden stromen. Nu de tijd om los te laten. En dan rustig kom je inademen, zo licht als een veertje weer omhoog. Handen voor je hartgebied brengen. Dan gaan we een stoelhouding doen. Dus ook een houding die heel veel kracht en stabiliteit geeft. Je tenen die wijzen naar voren toe. En rustig op een inademing mag je je armen langs je oren brengen. En uitademend is het alsof je gaat zitten op een lage stoel. Het is een prachtige houding om je benen en je enkels te versterken, je heupen te openen. En als we het hebben over mededogen naar onszelf toe, hè, misschien dat je mind begint te roepen van dit hou ik niet vol. Je kan er niet in blijven proberen, dan is je lichaam te bezien als een glas wat altijd half vol is in plaats van half leeg. En adem ruim en diep in je bodem in. Voel je kracht, je power. Voel dat je ruggenwervels en je nekwervels mooi recht zijn. Voel je haren net onder je navel. En uitademend laat je jezelf als een soort plumpudding inzakken. En dan mag je weer gaan zitten. In kleermakerszit. Voel maar rustig even na. Handen op je knieën. Voel hoe je benen reageert. Voel hoe de adem reageert. Adem weer eens een keer heel diep door. Steeds weer die adem omlaag brengen. Naar je buik toe, naar je bekkenbodem. Oké, en dan gaan we de camel ride doen. Dat is een prachtige houding die ervoor zorgt dat de spanningen uit onze onderrug loskomen. Maar het is ook een houding die je neus en je ademhalingssysteem verder reinigt en activeert de darmen, zodat ook de afvalstoffen uit je darmen allemaal afgevoerd worden. We doen hem op de ademhaling door je neus in en uit. De inademing is als volgt. Je buigt vanuit je onderrug wat voorover. Je kijkt omhoog en uitademend zak je helemaal naar achteren toe en je kin naar je borstgebied. En dat doen we in een wat sneller tempo. Dus in, kijk omhoog, hel naar voren. En uitademend buigen naar achteren, kin naar je borstgebied. En je stelt je als het ware voor dat je op een kameel zit en dat je een avontuurlijk pad beloopt. Niet wetende waar je naartoe gaat. Het is net het leven. En voel je comfortabel in deze beweging. En we gaan hem langzaam gaan we hem iets versnellen. Dus echt vanuit je onderrug.
Keer ook steeds naar je borstgebied als je uitademt. Rustig door en voel steeds meer of het mogelijk is om misschien nog een stukje verder naar voren te gaan of juist een stukje verder naar achter. Als je uitgeademd bent, mag je weer rustig rechtop zitten. Sluit je ogen, maak je rug zo recht mogelijk. En geef reacties de kans om door te werken. En ga met je aandacht naar je onderrug toe. En wellicht kan je een zekere warmte ervaren die vrijkomt. Dat betekent dat er energie weer in beweging is gebracht. Voel je heupen. Maar voel ook je schouderbladen. Je nekgebied. Je hele rug. Ervaar de ademhaling in jou. Adem rustig weer een keer diep in. En uitadem een zuchtje los. Laat de zwaarte van je afvallen. Dat was het thema en is het thema van deze les. De zwaarte loslaten en licht laten schijnen. Dan mag je voeten op heupbreedte zetten. En je handen plaats je wat onder je schouders. Probeer je voeten wat dichter bij je romp te zetten als het ware. Armen zo gestrekt mogelijk maken. En dan rustig op een inademing. Breng je het bekkengebied omhoog. Hoofd laat je even los. Zet je af op je voetzolen. En uitademend heel rustig. Kus je met je billen weer de aarde. Je kin naar je borstgebied brengen. Dus inademend. Kom rustig omhoog. Laat je hoofd zakken. En uitademend. Kus met je billen de aarde. Kin naar je borstgebied. Doe het op de in- en op de uitademing. En doe het vooral in slow motion. En neem op iedere inademing dat bekken omhoog. Open je hartgebied. Laat het licht van de planeten, de sterke conjunctie van Saturnus, Pluto en Jupiter. Laat het licht in je hart stromen. En uit. Ontspan. Adem in. Kom weer omhoog, duw het omhoog voor het samenwerken van de spieren. Zet je af op die vier punten, je voeten, je handen. En uit. Weer langzaam terug. Diep inademen, duw omhoog je bekkengebied. Hoofd laat je zakken.
Uit, weer langzaam terug. En dan mag je rustig even helemaal zo voorover hangen. Laat je gezicht maar tussen je benen vallen. En alles ontspant zich. Je nek, je schouders. Je ademt in 5 tellen in. Helemaal naar je buik toe. En rustig adem je door je neus ook in 5 tellen uit. Ik ga tellen. We beginnen met een krachtige inademing. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En zo ga je door. En op iedere uitademing laat je nog meer zwaarte in de aarde zakken. Laat je nog meer spanning los. Let op dat je je nek goed loslaat. Na een uitademing kom je langzaam inademend weer omhoog. Mag je handen weer onder je schouders plaatsen. Aan de volgende oefening doe ik ze ook een lichtere variant geven. Zet echt je voeten goed op de mat. Hè, dat je echt duwt met je voeten in de grond. Adem in. Breng weer het bekkengebied omhoog. En strek dan je linkerbeen op. Ga kleine cirkeltjes met je gestrekte been. Vanuit je enkel dan draaien. Als het heel zwaar voor je is, dan mag je ook je bil op de grond houden en dan doe je hem vanuit deze positie. Dus kijk maar wat lukt. Hè? En alle aandacht gaat naar je enkel toe. Ruim draaien. En ook eens rustig de andere kant op draaien. En langzaam weer terug. Vooroverhangen, ontspannen. Even de verschillen heel goed waarnemen. Tussen je linkerheup, je linkerbeen en enkel. En je rechterheup, been en enkel. Adem weer in. Duw jezelf omhoog. En je raadt het al, wissel. Rechterbeen gaat omhoog. En heel rustig ook je rechterbeen kleine cirkeltjes draaien. Je mag je hoofd ook laten hangen. Ook de andere kant op. En als het niet lukt, dan hou je je bil op de grond. Dan mag het ook. Kijk maar wat je fijn vindt. Oké, uitademend. Langzaam weer terugkomen. Laat je benen naar voren strekken. Even rechtop zitten. Je hand terug op je bovenbenen. Ervaar ook weer het verschil tussen rechts en links. Adem heel diep in. Uitademend. Laat jezelf naar achteren rollen. Maak jezelf zo lang mogelijk. Inademend, handen op de mat naast je lichaam. Duw jezelf weer omhoog. En op de volgende inademing kom je omhoog. En uitademend, strek je naar voren.
voren. Maakt niet uit hoe ver je kunt komen. Dat is totaal niet belangrijk. Maar het gaat erom dat je je overgeeft aan deze Paschimottanasana. En dat je jezelf helemaal laat smelten. In je nek en je schouders. Tussen je schouderbladen, in je armen, je handen. Alles wordt zacht. Het is een houding van overgave. Overgave aan de poort van licht die zich opent vandaag. En tegelijkertijd heet alle plekken welkom. En de plekken die misschien wat pijnlijk zijn, zoals je kuit of de holte van je knieën. Oh, je kunt ze helemaal laten smelten, alsof er warme bijenwas doorheen stroomt. Je hebt mededogen voor die plekken, dus een gezonde discipline om er ook in te blijven. En je stelt je voor dat het licht van die drie planeten, die enorme energiepoort, lichtpoort open gaat. En dat je onder een douche van licht staat. En voel dat je daarmee kunt verbinden. Adem het ruim en diep in en uit. En je laat je smelten. Het is ook tijd om even in dat yin-stuk te komen. Dus hou deze asana gewoon even aan. Voel dat je dieper en dieper jezelf kunt verbinden met iedere cel en met iedere vezel van je lichaam. En hoe groter de weerstand wordt, hoe meer effect je eigenlijk krijgt van de asana. Let op die wisselwerking tussen je mind en je lichaam. Die onrustige monkey mind die schiet vaak alle kanten op. Hè? Maar je bent meer dan dat. Je bent het bewustzijn. Je bent de Boeddha. Je toeschouwer van jezelf. En heel langzaam met je ogen gesloten mag je wervel voor wervel jezelf weer omhoog brengen. En je voelt als het ware hoe die wervelkolom als kleine Lego blokjes op elkaar gestapeld worden. En als je je ogen zo gesloten houdt en je houdt je hand terug op je bovenbenen. Oh, voel eens hoe die doorstroming gaat. Hoe al die energiebanen en al dat sprankelende licht door je lichaam heen gaat. Voel het stromen. En dan mag je nog even je knieën wat optrekken. En je pakt met de achterkant van de benen vast. Ga dan nog even lekker speels over die rugbollen. Je kin wat intrekken. En eigenlijk hoef je niks te doen. Je laat jezelf gewoon lekker naar achteren gaan. En rustig weer naar voren. Je kunt het ook op de in- en op de uitademing mee doen. Het is een prachtige houding om die wervelkolom lekker wakker te maken. Ieder werveltje weer te openen. En als je het heel lastig vindt, mag je ook gewoon op je rug gaan liggen hoor. En je knieën optrekken en kleine cirkeltjes draaien. Dat is ook oké. Belangrijk is het dat je je grenzen respecteert.
En luistert naar de intelligentie van je lichaam. En als je dan bij je matje bent afgelopen, dan kom je weer rechtop te zitten. Oké, gaan we rechtop zitten. We sluiten even af in een comfortabele houding. Wil je nog even wat extra aandacht naar je polsen laten brengen? Strek je armen naar voren. Je vingers zijn ineens gestrengeld. En ga eens even lekker zo rustig die polsen draaien. En voel iedere beweging. Doe het alsof je nog nooit eerder je polsen bewogen hebt. Lekker ontspannen. Misschien kraakt het hier en daar. Kan ook geen kwaad. En ook even de andere kant op draaien. Oké, hoe doen we dat dan? Dus een beetje je hersenen ook in balans brengen. Voel maar, je kan twee kanten op draaien. Dus experimenteer er maar mee. Misschien merk je ook wel dat de ene kant je makkelijker afgaat dan de andere kant. En alle warmte stroomt naar je polsen toe. Oké, dan mag je je vingertop op je schouders brengen. Rustig inademend. Ellebogen via de voorkant omhoog. En uit zoveel mogelijk via de achterkant omlaag. Op de ademhaling in. Omhoog en uit via de achterkant omlaag. Ja, ga door. En terwijl je zo deze rotatie van je schouders maakt, verbind je met wat er in je schouders is opgeslagen aan spanningen en aan stress. En iedere keer wanneer je uitademt en met je ellebogen een grote cirkel naar beneden maakt, laat je al die zwaarte van je afvallen. En als je ellebogen beneden zijn, mag je ook de andere kant op. Inademend via de achterkant nu omhoog. En uit via de voorkant omlaag. In. Achterkant omhoog en uit via de voorkant omlaag. En voel wat dat verandert in je bovenrug en de plek tussen je schouderbladen in. Voel de warmte en de schouderkommen, schouderbladen en iedere spier en iedere vezel van je schouders stromen. En ook als het zwaar wordt, probeer gewoon heel zachtjes gewoon door te gaan. En juist die zwaarte op iedere uitademing gewoon mee te geven, los te laten. En uit ontspannen mag je je polsen op je knieën leggen. Rustig ook weer je rug mooi recht maken. Je borst lift zich wat naar het licht toe. En als je je handen zo geopend hebt, hè, voel dan hoe de energie vanuit je schouders door je armen naar je handen stroomt. Adem rustig in. Naar je buik ook. Uitademend, laat je hoofd voorover zakken. Kin richting je borstgebied. In, je hoofd weer op. Uit, laat hem rustig naar achteren vallen. Niet duwen, gewoon ontspannen van je kaken. In. Omhoog. Uit, zuiver zeewaarts naar rechts toe. Alsof je rechteroor, je rechterschouder wilt kussen.
In omhoog. Uit. Zuiver zijwaarts naar links toe. Alsof je linkeroor je linkerschouder wilt kussen. In. Omhoog. Uitademend. Kijk over je rechterschouder. Zo veel mogelijk naar achter je kin slaan. In. Weer naar voren. Uit. Kijk over je linkerschouder naar achter. Zo ver als dat je kunt. In. Rustig naar voren, uitademend, laat je hoofd voorover zakken, draai hem naar rechts, naar achter, kaken los naar links en weer naar voren. Ga dus heel zachtjes, zonder te duwen, vanuit volledige ontspanning, even je hoofd draaien. En daarmee masseer je je nekgebied. Laat alles los wat je nog meedraagt op je nekgebied. Als je hoofd voorover is, even de andere kant op draaien. Oh, kaken los, hè. Zo belangrijk om die kaken los te laten. We hebben vaak zo kakenschap op elkaar zitten. Maar realiseer je dat je keelspieren dan ook aanspant en zelfs je buikspieren. Dus kaken los. Ontspan die hele nek maar. En laat hem weer voorover zakken. Inademend, hoofd omhoog. Ontspannen nek en schouders. Mag je linkerhand nog even op je linkerknie leggen. Je rechterhand zet je achter je neer. Je maakt jezelf recht. Dat is vooral heel belangrijk. Rechte rug, hand goed achter je neerzetten. Eerst de rug recht maken. Adem heel diep in. Uitademend, draai naar rechts toe. Kijk over je rechterschouder heen. Rustig inademend, je linkerarm opstrekken. En draai jezelf meer en meer uit naar rechts toe. Blijf over je rechterschouder heen kijken. Adem naar je buik. Voel het volume van de adem in je rechterflank. En uitademen, langzaam weer ontspannen. Even je handen op je knieën. Dan voel je gelijk de scheefheid eigenlijk in je systeem. Je voelt hoe die rechterkant, je yangkant, geactiveerd is. De kant die verbonden is met de zon. Met het doen, met actie. Gaan we nu de yin-kant wat activeren. Mag je je linkerhand achter je zitvlak plaatsen. Rug mooi recht maken. Eerst even je rechterhand op je linkerknie. Kijk naar voren. Het gaat om dat je eerst je rug mooi recht maakt. Je strekt jezelf op. Adem dan diep in. Uitademend draaien naar links toe. Maakt niet uit hoe ver je komt. Je kijkt over je linkerschouder. Je rechterarm gaat omhoog. En je strekt ook wat naar links toe, hè? En op iedere diepe in- en uitademing voel je het volume van de ademhaling in je prachtige hart. Je opent je hartgebied. En uitademen. Laat jezelf als het ware gewoon weer terugglijden. Polsen. Even ontspannen ook weer op je knieën brengen. Neem een moment om na te voelen. Sluit dan even af met je handen voor je hartgebied. Voel je hele lichaam, ervaar het nu, na alle asana's die je hebt gedaan. Het mededogen, de liefde, de dankbaarheid voor je lijf.
En dat je de diepe, diepe vrede van de geboorte van het licht in je hart mag ervaren en uitstralen. Namaste. En dan wens ik je natuurlijk hele fijne, intieme, mooie kerstdagen. En sta bewust stil bij het licht wat nu extra aanwezig is. Tot heel gauw. Namaste.